Ten slotte het afscheid van meester Jozef Luns als secretaris-generaal van de NAVO. Over een maand is het zover, dan is de heer Luns, in binnen- en buitenland wellicht de bekendste Nederlander, ambteloos burger. Een man die 32 jaar lang direct betrokken was bij de wereldpolitiek. Een diplomaat die opviel door zijn humor en door zijn markante uitspraken, waarmee hij van tijd tot tijd de nodige opschudding wist te verwekken. Zoals vorige week, toen hij openlijk kritiek oefende op de Nederlandse minister van Defensie. De NAVO krijgt met zijn vertrek een ander gezicht. Kijkt u naar een portret van een bepaaldelijk opmerkelijk man, bewonderd en verguisd. Jozef Marie Antoine Hubert Luns, 72 jaar, nu op afscheidstournee. 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, en daarvoor 19 jaar lang Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Is hij tevreden over zijn lange loopbaan? Natuurlijk, want ik heb geen enkele reden om mijn loopbaan niet met een zekere genoegdoening te bezien. Op sommige punten natuurlijk heb ik teleurstellingen gehad. Als u mijn grootste teleurstelling wil weten, dan is het dat de EEG niet geworden is wat degenen die het verdrag hebben gesloten en daarover hebben onderhandeld, daarmee hebben bedoeld. Ik ben geloof ik de enige die het verdrag van Rome heeft ondertekend die nog net in functie is. En van die supranationaliteit en van een nieuwe politieke entiteit en van een Verenigd Europa is niets gekomen. En ik zal de schuldvraag nu maar niet bespreken. Ik kan alleen zeggen dat aan Nederland niets verweten kan worden. Ook niet aan de publieke opinie, ook niet aan de Kamer. Mag ik u ook vragen welke gebeurtenis u het meest markant vindt, waar u de grootste voldoening over hebt? Dan zou ik zeggen, en dan kom ik toch weer bij de EEG, dat ik enig aandeel, misschien een vrij groot aandeel heb gehad in de toelating van andere landen, met name het Verenigd Koninkrijk. En er zijn natuurlijk ook andere gebeurtenissen geweest die me voldoening hebben gegeven, maar die geven natuurlijk een grote rol in mijn publieke leven gespeeld. De jonge Luns richtte zijn blik al vroeg over onze grenzen. Hij begon zijn carrière in 1938 bij Buitenlandse Zaken. In 1940 werd hij attaché aan de Nederlandse ambassade in Bern, een jaar later in Lissabon. De laatste oorlogsjaren was hij ambassadesecretaris in Londen. Wat was de bijdrage van onze diplomatieke posten aan de oorlogvoering? In Bern en in Lissabon was hij natuurlijk vrij zwaar, doordat in die beide landen nogal wat vluchtelingen kwamen uit Nederland. En ook omdat met name in Bern men op een luisterpost zat, waardoor men nogal wat kon doorgeven aan de regering in Londen over wat zich afspeelde in Duitsland en in Italië. En de hele atmosfeer van in Zwitserland was bepaald pro-geallieerd. Zwitserland zwaar bewapend, zoals u weet. Aan die bewapening heeft ze te danken dat ze niet is aangevallen. Maar zeer democratisch en een enorme afkeer tegen het Hitlerregime hebbend en ook geen vriend van Mussolini. Het was een belangrijke post. En in Lissabon hadden we ook een vrij grote bezetting van agenten van de geheime dienst. En dan ook het doorzenden van vrijwilligers en van vluchtelingen die bij honderden in Portugal waren. En het is hier wel het moment om de Portugese regering van Salazar een compliment te maken over de humaniteit waarmee de Nederlandse vluchtelingen zijn behandeld in Portugal.
die afstak bij wat er in Spanje gebeurde. En dat was niet onbelangrijk. En natuurlijk ook onze handelsvloot, die aanzienlijk was en die grote dienst heeft bewezen aan de geallieerde zaak. Onze schepen kwamen geregeld in de haven van Lissabon. En daarna in Londen natuurlijk was ik praktisch in het centrum van de Nederlandse regeringsactiviteit. In 1952, Luns zat toen bij de Verenigde Naties in New York, werd hij naar Nederland teruggeroepen om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Een functie die hij 19 jaar lang bekleedde in regeringen van zowel Rooms-Rode als centrumrechtse signatuur. Wat er ook veranderde, Luns bleef. De eerste 10 jaar van zijn ministerschap stond de kwestie Nieuw-Guinea centraal. Luns verzette zich met hand en tand tegen de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. All the Indonesian leaders and spokesmen have reiterated over and over again that Indonesia could agree to only one solution: the handing over of the territory and people of Northern New Guinea to Indonesia without any previous consultation of the Papuan people. Minister Luns had steeds gezegd dat wij konden rekenen op Amerikaanse steun in het conflict. Maar president Kennedy en zijn broer Robert kozen partij voor Indonesië en wilden dat Nederland zich terug zou trekken. Ik wil alleen dit zeggen, dat voor de Nederlandse regering eerst dit jaar de overtuiging is bijgekomen dat op militaire bijstand niet meer te rekenen viel. Ik zou eraan willen toevoegen dat de Nederlandse regering gegronde reden had, ook tot voor betrekkelijk kort, om te veronderstellen dat de doeleinden van de Nederlandse politiek, met name door de Verenigde Staten, volledig werden onderschreven en ondersteund. De regering had geen andere keus. In 1962 werd de Nederlandse vlag gestreken, met onze beste wensen. De gedachten en de beste wensen van het Nederlandse volk zullen u hierbij blijven vergezellen. Mogen God u bewaren. Mijn standpunt is altijd geweest dat wij de plicht hadden te trachten het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking zeker te stellen. Maar dat hoefde niet zo ver te gaan dan dat zeer grote Nederlandse belangen geschaad zouden worden. En zeker niet dat Nederland alleen omwille van dat principe een oorlog in de Pacific zou moeten voeren. En ik vind dat in de omstandigheden de formule die gevonden is nog een zekere elegantie had. Eerst een tijd onder de Verenigde Naties en daarna overdrachten aan Indonesië. Of de bevolking van Nieuw-Guinea gelukkiger is geworden, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat is een andere vraag. In 1962, het jaar van de overdracht van Nieuw-Guinea, schreef het Vrije Volk: het drama Nieuw-Guinea is het drama Luns. Hebt u het inderdaad zo ervaren? Nee, echt niet. Ik heb niet in mijn kussen gebeten over deze zaak. Ik ben namelijk, geloof ik, nogal realistisch. Als men zijn plicht heeft gedaan en als men ziet dat iets niet mogelijk is, dan moet men daar de consequenties uit trekken. En dat moet men niet als een persoonlijke zaak opvatten. Het was ook, eerlijk gezegd, vrij belachelijk dat men insisteerde dat ik zou weggaan over een politiek die kabinetspolitiek was, over een politiek die steeds door de Kamer was gesteund en over een politiek die in zijn laatste fase nog werd toegejuicht ook. Ik heb verdedigd de laatste fase en de overdracht met dezelfde klem als ik de politiek daarvoor heb verdedigd. Een regering, ook een bewindsman, die mag best van mening veranderen wanneer de omstandigheden veranderen. En dat is gebeurd. Het drama Nieuw-Guinea ten spijt groeide de populariteit van minister Luns tot ongekende hoogte. Bij kamerverkiezingen haalde hij genoeg voorkeurstemmen binnen voor maar liefst 4 kamerzetels. Doorluchtige hoogheid, ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles. Ik denk,
Ook in Brussel krijgt de heer Luns nog steeds fanmail uit Nederland. Op elke 20 vriendelijke brieven is er 1 onvriendelijk. Hoe komt het dat er in de latere jaren toch een kloof is ontstaan tussen hem en een deel van de publieke opinie? Die kloof die er inderdaad is, die heeft te maken met een verandering van het politieke klimaat in Nederland. Een radicalisatie van sommige partijen. Een vreemde symptomen ook voor wat betreft het persoonlijke leven. En het feit dat bewegingen die ongetwijfeld niet mijn instemming hebben, dat die op steeds meer en steeds krachtiger wijze zich doen gelden. En daarbij natuurlijk in conflict komen met de idealen van de NAVO en dus ook van de secretaris-generaal. In 1979 was secretaris-generaal Luns pijnlijk in opspraak gekomen door de ontdekking van het feit dat hij van 1933 tot 1936 was ingeschreven als lid van de NSB. De heer Luns verklaarde toen dat de inschrijving en de latere uitschrijving buiten zijn medeweten om door zijn broer was gedaan. Ik was even verbaasd als de Nederlandse publieke opinie. In die jaren was ik student in Amsterdam en was ik met name rector van de Senaat van Amsterdam Studentenkeur. En in die jaren heb ik eerder blijk gegeven van een zekere kritische instelling tegenover de NSB. Ik heb de NSB verboden propaganda te maken in het keur. En wat was er? Er was een stukje papier, zo groot als mijn vinger. En daar stond op J. Luns, student, 33-36. Dat was wat mij getoond werd door professor de Jong. En ik heb die broer heeft me dat toen gezegd, die zelf, die was lid van een vreemd klein groepje, De Bezem, met Jan Baars. En die heeft me toen gezegd, als grap heeft hij toen gedaan. Ik vond geen aardige grap. Er was één ding, en dat wil ik hier wel toegeven, waar ik de NSB sympathiek vond. En dat was hun grote nadruk op een behoorlijke verdediging van het Koninkrijk. Ik heb als student wel geleden onder de minimale wijze waarop onze verdediging werd verzorgd, terwijl de internationale toestand hoe langer hoe slechter werd. Den Haag, maart dit jaar. De secretaris-generaal komt officieel afscheid nemen van de Nederlandse regering. Herhaaldelijk heeft hij in het openbaar zijn misnoegen geuit over de Nederlandse twijfels betreffende de plaatsing van kruisraketten. Met die steeds fellere kritiek haalde hij zich onlangs een forse terechtwijzing van de Nederlandse regering op de hals. Ach, dag president. Ik wacht even als journalist verbonden. Komt u mee? Zo, ja, maak een historische foto. Dit is het oude Binnenlandse Zaken, maar tegenwoordig Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, ik ben hier wel eens geweest, maar ik dacht dat je op klein zat. Nee. Dus dat wel als een mannetje. En meneer de Jong, kom. Zo, ja, dat is hier een ambiance. Tenminste één historische foto per dag, dan ben ik gelukkig. Ja. Ach. Goed zo. Ja. We zijn er wel, hè? Ga u wel. Kom mee. Nog zeer bedankt voor de prachtige. De kritiek van de secretaris-generaal richtte zich vooral op de persoon van minister van Defensie De Ruiter. De man die, volgens de heer Luns, met zijn zwijgen binnen de NAVO de vredesbeweging en alle die zich tegen de NAVO keren vrij baan geeft. De heer De Ruiter noemde die opmerking ronduit onbehoorlijk. Luns wil tweedracht zaaien in het Nederlands kabinet, zei hij. Maar in maart was er nog ruimte voor een grapje over zijn illustere naamgenoot. Ik voel me natuurlijk meer in het bijzonder aangetrokken. Ik heb hem in mijn eetkamer bij NAVO, hangt er niet zo fraai. Oh ja. Maar op de laatste dag dat heer Vredeling hier was, kwam hij met donderend geweld naar beneden. En dan gelooft men niet aan. Waarom hecht de secretaris-generaal zoveel waarde aan de plaatsing van kruisvluchtwapens in Nederland? Wat betekent het als ze niet zouden worden geplaatst? Kijk, dus militair is het een klap. Niet een heel zware klap, maar wel een klap. Maar het is vooral de eenheid van de NAVO die zwaar wordt aangevallen. Het is vooral
de cohesie van de alliantie. En het is een feit dat dan Rusland zal denken, we zijn op de goede weg en we hoeven helemaal niet meer te praten. Wanneer Nederland stationeert, dan zal Rusland eerder bereid zijn om het fait accompli te aanvaarden en bereid te zijn te spreken over een vermindering van de bewapening. Want ziet u, het standpunt van de Sovjet is, we willen alleen spreken indien de NAVO al die raketten terugtrekt. Dan valt er niets meer te bespreken. Is het aantal daarbij minder belangrijk? Zou je genoegen kunnen nemen met minder? Kijk u eens, wat ik zou aanvaarden of niet, is minder relevant. Maar het is natuurlijk ook een signaal aan andere landen. Ook België moet nog stationeren, zoals u weet. En men kijkt natuurlijk naar Nederland. Men is ook verbaasd over het volstrekt gebrek aan nuchterheid van de Nederlandse bevolking. En de slechte voorlichting natuurlijk die er is geweest over deze zaak. En dan zijn er nog de varianten die in Nederland de ronde doen. De inmiddels door de NAVO verworpen crisisvariant, Woensdrecht gereed maken en de raketten pas naar Nederland brengen als de crisis werkelijk daar aankomt. En dan is er de nieuwe variant waar op het ogenblik over gesproken wordt, het alsnog uitstellen tot wellicht de resultaten komen, maar in principe toezeggen dat we ze plaatsen. Wat vindt u daarvan? Weet u eens, we hebben het in principe eigenlijk al gedaan in 1979. De formule was, de Nederlandse regering op dit moment gaat niet over tot plaatsing, maar zal wachten tot 1981 om dan in het licht van het succes of niet succes van de onderhandelingen de beslissing te nemen. 81. En nu is het 84 en daar wordt weer gesproken over 86, 88. Het is allemaal wel diep treurig. En er zijn mensen, zelfs in hoge positie in Nederland, die zeggen, wij hebben geleerd met de SS-20 te leven. Dat is natuurlijk, behalve uiterst naïef, buitengewoon bedenkelijk. Het officiële afscheidsbezoek brengt de secretaris-generaal naar het hem zo vertrouwde adres aan het plein in Den Haag, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heeft hij ook zijn laatste ontmoeting met de Nederlandse pers, waarmee hij een soort haat-liefderelatie onderhoudt. Naast de kruisraketten komen er ook persoonlijke zaken aan bod. Nou, dit leek me een gepaste dracht. Ja, ik dacht. Om hier te ontvangen. Wij wonen in België en ik ben hier hartelijk ontvangen, maar ik ben altijd heel behoorlijk ontvangen door de autoriteiten. Sommige delen van de pers die hebben zich wel eens wat onhups over me uitgelaten. Ik mag daarbij herinneren aan een reden die ik in München hield, waarbij ik een uur heb gesproken en toen zei ik, en ik haal aan, now the distinguished ambassador of Portugal has asked me, I beg your pardon, of course I mean the distinguished ambassador of Turkey. It would seem that I'm getting gaga. Het enige wat de Nederlandse pers heeft overgenomen, Luns geeft toe dat hij kind is. Ja. Over 3 maanden, dan weet men niet meer of mijn naam met CH wordt geschreven of met een S. Ja. U neemt nu afscheid van de NAVO. Wat is het voornaamste probleem waarmee uw opvolger Lord Carrington bij zijn aantreden te maken krijgt? Nou, dan zou ik willen zeggen dat het vooral in Europa in zekere kringen steeds grotere reserve tegenover niet alleen de NATO, maar tegenover Amerika. Het anti-Amerikanisme neemt toe, vooral in de linkse partijen. En ik vind het bijzonder onrechtvaardig om, zoals vele lieden doen, Rusland en Amerika op hetzelfde niveau te zien. En qua regeringssysteem, en qua ideologie, en qua interne politiek, en qua buitenlandse politiek, is er geen begin van aanrakingspunt tussen het Amerikaanse systeem en het Russische systeem. Overigens zou ik hier nog eens willen zeggen dat de NAVO niet bedoeld is om een einde te maken aan het Russische systeem. De NAVO is bedoeld om onze onafhankelijkheid te verdedigen indien we worden aangevallen. Dat is alles. Maar is er sprake van een zekere vervreemding tussen enerzijds de NAVO en anderzijds de bevolking van de landen van het bondgenootschap? Ja, wij gelukkig nog een minoriteit. Maar het is een feit dat men in Amerika bijzonder geïrriteerd wordt over deze ongerechtvaardigde aanvallen. En politici in landen van de alliantie, die toen ze in de regering zaten, een aanhanger waren van de alliantie en zich nu daar tegenkeren, die doen de zaak natuurlijk geen goed.
Meneer Luns, zeer binnenkort bent u ambteloos burger. In een flat in Brussel. Zonder de glamour, zonder de publiciteit, zonder de camera's en de schijnwerpers. Maar ook anderzijds zonder het isolement van de hooggeplaatste. Zult u dat alles missen? Nou, dat weet ik niet. Hè? Ik denk van niet, maar het kan best zijn dat ik als wijle koning Lear door de parken van Russeldool aan de wanhoop ten prooi. Ik denk het niet. Hè? Want er zijn natuurlijk ook wel, in die functies die ik heb gehad, zijn toch ook wel ook fysiek zwaar. En ik kan het net zo goed toegeven. Ik ben niet meer zo jong als 50 jaar geleden. Hoe ziet u uw jaren in pensioen? Nou, ik zie ze nog niet, maar ik zal het wel zien. Ik heb in ieder geval een aardige toekomst achter de rug.